de vierde online klas alweer. En ja, het programma van vandaag. We gaan weer even oefenen straks eerst met de intervallen. We hebben vorige week al een beginnetje meegemaakt. En volgens mij al de tweede keer trouwens. En dit keer gaan we er weer mee oefenen. Ik heb een hele kleine uitbreiding. Maar ik weet dat de ene het makkelijk oppikt. Dus die vliegt er zo doorheen. Die kan het heel makkelijk horen. En er zijn ook een aantal mensen die vinden het toch nog wel lastig. Dus nou, dat gaan we op een rustige manier doen. Daarna gaan we een klein stukje theorie herhalen van vorige week. Omdat ik wil dat die begrippen die we hebben doorgenomen ook goed bij jullie blijven hangen. En verder heb ik een hoofdstukje over tempo gemaakt. Daarna gaan we weer ritmiek uitvoeren. En vervolgens komt het theorie plus praktijk gedeelte. Dus als het goed is, hebben de meeste mensen hun instrument er al bij gepakt. Omdat ik nou met jullie wil doornemen. Hoe kun je nou dingen extra swingend laten klinken? En überhaupt, wat is nou het verschil tussen klassiek spelen en jazz spelen? Dus dat gaan we met z'n allen doen. Vervolgens gaan we weer heel even kort intervallen luisteren, omdat het toch goed blijkt, hè, om dat echt te herhalen. Ik weet dat een aantal van jullie hebben al geoefend met de app Ears, met een Z aan het einde. Kun je downloaden op je mobiel en daarmee kun je dan oefenen. Voor degenen die die mogelijkheid niet hebben, vind ik het belangrijk dat we dat in deze les opnemen. Dus intervallen. En daarna heb ik vier muziektermen. Ik hoop dat we eraan toekomen vandaag. Ik had ze eerder ook al voorbereid. Maar die muziektermen die probeer ik vandaag ook in het lesprogramma te droppen. Goed, vragen die kun je ondertussen stellen in de chat. Dan zie ik ze op mijn scherm verschijnen en dan probeer ik daarop in te spelen. We gaan nu beginnen met het programma en de intervallen. En nogmaals, een interval is de afstand tussen twee tonen. Die kun je normaal op je plaatje zien, maar je kan ze ook horen natuurlijk. Dus we gaan vandaag ook weer de luisteroefening doen. En we hebben al doorgenomen de reine priem, de grote secunde, de grote terts, de reine kwart en de reine quint. En vandaag wil ik daar aan toevoegen het rijm octaaf. Nog even herhaling. Dus een reine priem, dat is eigenlijk twee keer dezelfde toon. Dus twee keer dezelfde noot achter elkaar, dan noem je dat dus een reine priem. Ik zie dat er nog iemand binnen wil komen, dus die laat ik even toe. Zo, Henk is er ook. Dus dit is een reine priem. Dit is een grote secunde. Dat is zeg maar van C naar D of van D naar E. He, als er een halve afstand tussen zit, want ik speel in dit geval van C naar D, dan speel ik de C's of enharmonisch gelijke des speel ik niet. Dan heb je een grote secunde. Grote terts. Wordt ook wel de majeur terts genoemd. De reine kwart, dat is ook wel het begin van het Wilhelmus, hè? De reine quint. En sommige mensen vinden de reine kwart en de reine quint moeilijk uit elkaar te houden. Dit is de reine kwart. En dit is de reine quint. De reine quint is het begin van altijd is Kortjakje zien. Vandaag wil ik daaraan toevoegen het rijm octaaf. Dus maak dan één keer even een grote sprong. Een rijm octaaf is bijvoorbeeld van C naar C. Of van D naar D. Of van S naar S. Maar een paar rijm octaven. Dus iedere keer als er gewoon een octaaf afstand tussen zit. In dit geval leer ik jullie dan een rijm octaaf. Vorige keer hebben we het ook gehad over drie klanken die we dan gingen beluisteren. En we hadden het over twee drie klanken, de majeur drie klank en de mineur drie klank. Wie hoort het verschil? Majeur, mineur. Is de piano goed te horen? Ik laat bij jullie de microfoon niet dicht. Kan iemand eventjes in de chat reageren? Even kijken waar mijn muisaanwijzer is. De chat. Ja, de piano is goed te horen. Nou, dat is hartstikke mooi.
Dan ga ik nu beginnen met het spelen van een aantal intervallen of drie klanken. En probeer zelf te luisteren wat het is. Ik speel het steeds twee keer en daarna geef ik het antwoord, zodat je zelf kunt controleren of je het goed had, ja of nee. Komt-ie. Dit is een grote secunde. Dit is een reine kwint. Dit is een rein octaaf. Ik hoop dat het goed gaat bij iedereen. Probeer goed mee te luisteren. En het kan soms helpen om voor jezelf een liedje te zingen met ezelsbruggetje waar we de vorige keer ook over hadden. Goed zuiver nazingen. En dan probeer je voor jezelf het liedje af te maken. Dit was een reine kwart. Nu hoor je drie tonen. Een majeur drieklank. En nu heb ik een grote terts gespeeld. Dat is natuurlijk ook het begin van een majeur drieklank. Of, dat is het begin. Dus daarom noem ik het ook wel een majeur terts. Goed, ik ga nu ook tonen tegelijk spelen. Dat is altijd wat lastiger hoorbaar. Dit was een reine kwart. Deze tonen liggen heel dicht bij elkaar. Grote secunde. Kan misschien zijn dat je nu het lijkt alsof je dat het nu lijkt alsof je één toon hoort, maar ik heb er daadwerkelijk twee gespeeld. Het is een rein octaaf. Een lastige. Het is een mineur drieklank. Dit zijn de tonen apart. En dit zijn de drie tonen tegelijk. Ga ik ook beginnen steeds op een andere grondtoon. Ik ben nou steeds op de C begonnen. Dus daar ging ik steeds in uit. Maar ik ga nu ook andere grondtonen nemen. Eerst even luisteren hoeveel tonen je hoort. Het zijn er twee. Dit was een reine kwart. Hoeveel tonen hoor je nu? Dit zijn drie tonen. Het is een majeur drieklank. De toon apart. Drie tonen, weer een majeur drieklank. Twee tonen, een reine kwint. Twee tonen, een reine kwart. Even kijken, de laatste.
een grote seconde, twee tonen. Lastig om het verschil tussen twee en een drieklank te horen. Ja, dat klopt. Hè, dat geeft iemand aan. Ja, dat klopt. Dat is ook een kwestie van training. Hè. We doen het nu even een paar weekjes nog maar. En ik heb natuurlijk zelf jaren training achter de rug. Op een gegeven moment ga je dat echt horen. Dit is week 3 nog maar. Het is natuurlijk al makkelijker als je het los hoort. Dan kun je ze eerst tellen. Maar als je ze combineert... Ja, dat is gewoon probeer daar onderscheid in te maken. Goed, we hebben straks weer een blokje met intervallen horen. We gaan even verder met het volgende onderdeel. Even kijken. Ja, we zijn er allemaal. En het volgende onderdeel, dat is een stukje theorie. En we gaan eerst eens even kort herhalen... Dat vorige week ook alweer, wat we vorige week hebben behandeld. We hebben vorige week de diatonische toonladder behandeld. De diatonische toonladder, dat is dus een toonladder met hele en halve toonsafstanden. Dat noem je diatonisch. Het voorbeeld is een toonladder van C, de majeur toonladder. De mineur toonladder is overigens ook een diatonische toonladder, want die heeft ook hele en halve afstanden. Diatonische toonladder. Chromatische toonladder, dat is een toonladder met alleen maar halve afstanden. En chromatisch dalend. En daar had ik al gezegd, het is handig om dit te weten, dat als je chromatiek in je partij aantreft, dat als er een kruis staat, het zeer waarschijnlijk is dat de toon na het kruis verhoogd is. En als je een mol als voorteken hebt, dat je daarna daalt. Dus kruisen worden gebruikt bij stijgende tonen en... mollen bij dalende tonen in een toonladder. Dus kruisen. Mollen. Je hoort nu het verschil natuurlijk niet, maar dit helpt je echt bij het lezen van je partij, van je muziek. Hè? Ook als je van blad leest, of, dat maakt het lezen een stuk makkelijker. Waar we het nog meer over hebben gehad, over stamtonen. Stamtonen, dat zijn eigenlijk de tonen die je kent zonder voortekens. Ik noem nu weer het voorbeeld van de toonladder van C, omdat de toonladder van C bestaat uit alleen maar stamtonen. Hè? Dus... ze hebben geen voortekens, geen kruis of mollen. Toonladder van A mineur is ook een voorbeeld van een toonladder met alleen maar stamtonen. Het zijn in dit geval ook alleen maar de witte toetsen op een piano. In een toonladder van Bes bijvoorbeeld, dan heb je ook afgeleide tonen. Dat zijn in een toonladder van Bes... zijn dat twee keer een mol, hè? Is dat twee keer een mol, één keer voor de bes en één keer voor de s. En voor de rest zit daar ook gewoon een c in, dus dat is ook een stamtoon. Een d zit er ook gewoon in, dat is ook een stamtoon. Ook bij deze afgeleide toon is het handig om in de gaten te houden of het nou een kruis of een mol is in verband met het lezen van je partij. Hè? Dus zeer waarschijnlijk de noot met het voorteken met kruis bijvoorbeeld, is vaak... 9 van de 10 keer, als we het dan hebben over toevallige voortekens, is hij stijgend. En toevallige voortekens met een mol altijd dalend. Dat is dus een verschil met vaste voortekens. Voortekens die je aan de sleutel vindt. Dat is een korte herhaling van vorige week. Als hier nog vragen over zijn, dan mag je ze stellen in de chat. Ondertussen... Dan ga ik verder met het hoofdstukje over tempo. Omdat dat ook erg interessant is bij de muziek. Hè. We moeten eigenlijk alle facetten behandelen. En tempo, eerst even tempo. Je hebt één tempo. En als je het hebt over meerdere tempo's in een stuk, dan noem je dat eigenlijk tempi. Dus tempi is het meervoud van tempo. Ja, vroeger hadden ze natuurlijk niet zoals we nu hebben een metronoom. En, want die is pas uitgevonden begin 1800.
En daarvoor hadden mensen natuurlijk ook, de componisten, de behoefte om tempoaanduiding bij hun muziek te schrijven, zodat ze ook wisten dat de uitvoerende een idee had bij het tempo waarin het bedoeld was. En eigenlijk zie je bij de tempoaanduidingen, hè, want tempo gaat natuurlijk over de snelheid waarmee de muziek moet gespeeld worden. Tempoaanduidingen hebben niet alleen maar iets te zeggen over het tempo, maar al die mooie termen die zeggen ook iets over het karakter van muziek. Als we nou kijken naar het rijtje dat ik net heb geschreven, want dit is natuurlijk een beperkt rijtje, er zijn meerdere tempoaanduidingen, maar dit zijn de belangrijkste. En je kijkt naar largo, dan is dat een zeer langzaam tempo. Maar het zegt ook dat het heel breed gespeeld moet worden. Dus eigenlijk moeten muziek en de noten die daarin voorkomen allemaal heel breed gespeeld worden. Dus allemaal lange tonen moeten geblazen worden. Daarin komt het staccato dus niet voor. Tenzij dat natuurlijk aangegeven staat met een staccato articulatiepunt in de muziek. Maar staat er nou niks bij, speel dan alles breed en heel erg gedragen. Dus dan kijk je naar adagio, dan is dat natuurlijk ook een langzaam tempo. Het is iets sneller dan largo. Ik heb ze in volgorde van snelheid gezet. Begin ik bovenaan bij langzaam, eindigen bij presto bij het snelle tempo. Adagio, dat betekent in het Italiaans letterlijk ad, hè, op, agio, het gemak. Dus je moet het op een gemak spelen. Dat er nog geen metronooms bestonden, zetten de componisten er eigenlijk ook een tempo bij wat een aangenaam of wat te maken heeft met een loopsnelheid. Dus als er iets andante, je gaat andante lopen, dan is dat zeg maar een rustige wandeling. Ja? Als je allegro loopt, nou je kan je het al voorstellen, hè? Vrolijk en opgewekt, dan zie je het eigenlijk al voor je, dan loopt iemand snel. Dus dat waren eigenlijk in vroegere tijden de uitgangspunten voor het tempo. En zo zie je bijvoorbeeld dat allegro een vrolijk en opgewekt levendig tempo is. En allegretto, daar staat bij een beetje allegro. Dus dat is ietsje langzamer dan allegro. Maar het moet nog steeds vrolijk en opgewekt gespeeld worden. En even kijken, wordt dus vivace levendig en sneller en energieker. Dus dat energieke, dat moeten we dan in een vivace tempo altijd proberen te laten horen. Nou is het natuurlijk handig dat, zoals ik net al zei, begin 1800 de metronoom is uitgevonden. En een metronoom is uiteraard, hè, zoals jullie allemaal weten, een instrument om in de muziek het tempo aan te geven. En hij is uitgevonden, tenminste wordt er een beetje over getwist, want er is ook nog een meneer Winkel die bekend staat als de uitvinder. Maar in ieder geval de belangrijkste en grootste producent in de begintijd was Maetzel. En dat vertel ik jullie met een reden, maar dat ga ik jullie zo meteen nog vertellen. Het metronoomgetal, dat zie je vaak bovenaan de muziek staan, geeft het aantal tellen per minuut aan. Of zoals je dat tegenwoordig noemt, het aantal beats per minute. Maar beats per minute, dat is eigenlijk pas ontstaan, die term, in de muziek in ieder geval, bij de elektronische muziek. Voorbeeld van een tempoaanduiding, zoals je dat hier met een metronoomgetal hebt, is het dus bijvoorbeeld kwartnoot is 100. Ik vertelde jullie net met nadruk dat Maetzel bekend is als de uitvinder van de metronoom. En daarom kom je een enkele keer in je muziek ook wel eens tegen. Misschien heb je dat wel eens zien staan, maar nooit echt aandacht aan besteed. M.M. Dat staat dus voor Maetzels metronoom. Dan weet je dus, ik moet op de metronoom tempo 100 uitzoeken. En wat je ook wel eens tegenkomt is dus kwartnoot is 100... volgens Maetzels metronoom. Dus kwartnoot is 100, M.M. Nou, misschien vind je het wel leuk dat je dit nu een keer hebt gezien, want dit komt wel degelijk voor in de muziek. Volgens mij kwam ik het 2 weken geleden nog tegen. Probeerde bij het voorbereiden van deze les dat nog terug te vinden, maar dat is er niet van gekomen. Of niet gelukt in ieder geval, kon niet vinden. Misschien kun je dat in de muziek zien. Als we nou aan die
tempo-aanduidingen, dus largo, adagio, andante, ook nog een meetsels metronoomcijfer koppelen, dan zie je die achter hier in de tabel staan. Je ziet dat er ook wat overlappingen zijn. Hè? Het is natuurlijk, zijn de scheidingslijnen altijd heel dun. En daarnaast zei ik ook net van een tempo-aanduiding is in dit geval ook vaak een karakteraanduiding. Dus de componist die let niet alleen maar op het tempo, maar ook op het karakter dat diegene wil meegeven aan de muziek waar het in gespeeld moet worden. Dus zo zie je dat een keer naar voren komen. En uiteraard zijn dit ook niet alle tempo-aanduidingen, maar het zijn de meest voorkomende. Dus dan weet je dat je een metronoom op deze snelheid kunt instellen. Zijn er nog vragen over? Dan lees ik dat graag in de chat. Ik heb ook nog een aantal tempo-overgangen. Weer niet allemaal, maar wel even de belangrijkste. En ook hier zie je dat tempo-overgangen, dus dat is of je moet versnellen of vertragen, niet alleen maar invloed hebben op dat je inderdaad langzamer moet, maar ook in het karakter waarmee dat moet gebeuren. Dus ritenuto kennen we allemaal. Maar wat is nou het verschil tussen ritenuto en rallentando? Nou, vaak, dat is een lastige vraag eigenlijk, want eigenlijk weten veel componisten en arrangeurs dat soms ook niet. Klinkt misschien een beetje gek, maar ze zetten er vaak gewoon ritenuto of rallentando bij, net wat bij opkomt. Hè. Er zijn ook wel componisten die doen het heel precies, maar als je een van deze termen tegenkomt, dan weet je gewoon dat je moet vertragen. Ritenuto betekent in ieder geval ook dat je een beetje je moet inhouden. Daarnaast ook vertragen, maar inhouden met je spel. Calando, dat wil eigenlijk ook zeggen dat je een beetje moet vertragen, maar calando geeft ook aan dat je kalmer moet spelen. Kalmer moet spelen in de zin van dat het ook zachter moet. En ja, je neemt dus terug ook qua dynamiek, maar daarmee worden de tonen ook, hè, het karakter wordt ook wat zachter eigenlijk. Er zijn een aantal orkestleden van Harmonie Apollo en van Der Leving Zwaag. Daar hebben we het stuk gespeeld van Steven Reineke, Into the Raging River. En op een gegeven moment staat er in het langzame gedeelte, dus een langzame gedeelte, in de muziek staat ook inderdaad calando. Vreemd, maar dit onderstreept dus mijn verhaal dat componisten het zelf ook niet altijd weten. Vreemd dat tijdens dat calando ook een crescendo geschreven staat. Dat past er eigenlijk niet zo goed bij. Goed, dat terzijde. Accelerando, dat is versnellen, zijn we allemaal tegengekomen. Stringendo, daar gaan we natuurlijk ook altijd versnellen. Maar eigenlijk moeten we daar niet alleen versnellen. Het moet ook dynamisch moeten toenemen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, daar staat ook crescendo. De muziek moet gewoon ook wilder en heftiger worden. Dus ook hier weer karakter in de muziek. Heb ik nog wat overige aanduidingen. Meno, mosso. Meno betekent minder. Mosso betekent beweging. En dat betekent dus dat je minder snel moet spelen. Rubato is ook een tempo-aanduiding omdat het zegt dat je het vrij moet spelen. Je moet het vrij in tempo. Wat daar lastig in is bij de uitvoering, dat je wel de structuur in de maat moet laten horen. Dus speel het vrij, maar je bent niet 100% vrij. Er staan wel degelijk notenwaarden in de partij. En een achtste noot moet je uiteraard sneller spelen dan een kwartnoot, ook als er rubato staat. Dan twee tempo-aanduidingen zoals A-tempo en tempo 1, die vaak door elkaar worden gehaald. A-tempo, dat betekent letterlijk terug naar het tempo van voor de verandering. Dat is dus anders dan tempo primo, want primo betekent eerste. Dan ga je dus terug naar het eerste tempo van het deel, of van het eerste tempo van de partij, van de muziek. Dat is dus iets anders dan A-tempo, want dat hoeft niet per se het tempo primo te zijn. Ik hoop dat jullie het verschil ook goed begrijpen en goed zien. En tempo, dat komt vaak ook overeen met gevoel. Hè? Het moet goed voelen. Daarom kies je de ene keer natuurlijk een sneller tempo dan de andere keer. En in grote lijnen moet je natuurlijk goed houden aan wat er in je partij staat. Meetsels metronoom, daar hebben we het vandaag ook over gehad. En dat
vind ik leuk om met jullie behandeld te hebben. Nogmaals, zijn er vragen, dan kun je ze in de chat stellen. Ondertussen gaan we gewoon verder. En we gaan verder met het ritme uitvoeren. Ik kreeg vorige keer de vraag van, kun je de partij opsturen? Dat heb ik toen ook via het orkest gedaan. Ik hoop dat het bij iedereen terecht is gekomen. Hoe ik het eigenlijk nu, maar ook volgende keren wil gaan doen, is dat ik eerst met jullie het tempo of het ritme nog doorneem van vorige week, wat we vorige week hebben behandeld. Dat hebben jullie dus ook opgestuurd gekregen, daar heb je misschien wel op geoefend. Dan kunnen we dat nu in de les nog een keer doen, zodat je weet of je het goed doet. Dat kun je dan controleren. Daarna nemen we nog een nieuw ritme door. Dat ga ik ook met jullie behandelen. En ik denk dat ik dat ook weer, hè, als het op prijs wordt gesteld, ook ga mailen. Zodat jullie daar weer op kunnen oefenen van de week. En dan gaan we dat volgende week weer doornemen. En daarna krijgen jullie weer een nieuw ritme. Goed. Nogmaals drie ritmes. Namelijk, tenminste, in ritmes in drie verschillende niveaus. Het zijn in dit geval dus 6 ritmes. Bekijk het ritme even rustig. Ik heb hier herhaling boven gezet, omdat dit dus een herhaling is van vorige week. Ik doe even een lampje aan, want anders kunnen jullie mij niet zien. Iemand vraagt, kan het zijn dat we afgelopen week geen ritme gemaild hebben gekregen? Ik heb het sowieso naar alle orkesten gestuurd. En ik ga ervan uit dat het ook door is gestuurd. Ik heb daar ook wel enkele reacties op gekregen. Goed, ik ga aftellen. 1, 2, 3, 4 en dan gaan we beginnen. Doe thuis mee. Als je nou denkt van ja, ik luister mee. Luisteren is toch iets anders dan het zelf doen. Dus ik probeer je echt uit te dagen van doe met me mee. Komt-ie. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Doen we nog een keer. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alright, dat was ritme 1. Ik hoop dat het goed ging bij jullie thuis. Gaan we een nieuwe ritme doen. Bekijk het even rustig. En dan tel ik 2 vooraf. En dan gaan we dat doen. Daar komt ie. Iets rustiger dan het vorige ritme. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2. Goed, we hebben dat nu een keer gedaan. En jullie krijgen dit ritme dus thuis gestuurd. Dan kun je erop oefenen. Doen we het volgende week weer. En nogmaals, probeer dan ook met die onderverdelingen die ik ook eerder heb gemaild, ook mee te tellen. Van 1, 2, 1, 2, 2. Dat helpt echt bij het nauwkeurig uitvoeren van het ritme, maar ook het nauwkeurig bedenken van hoe het ritme nou precies moet. Dat je niet gokt. Goed, het ritme B-herhaling van vorige week. Daar komt die. 1, 2, 3, 4. Oké, dat was het ritme voor B. We doen het nog een keer. 1, 2, 3, 4.
Oké, dat was het ritme voor B. Even kijken hoor. Volgens mij zag ik mijn chatvenster ondertussen bij bewegen. Ja, maar is gesteld, kun je hier nog een keer bij tellen? Ja, dat kan ik wel. Ook voor mij, ik tel heel goed mee in mijn hoofd. Het wordt praktisch wat lastiger uitvoerbaar, maar je zoekt snelle ritmes. Maar ik wil nog één keer even langzaam meetellen. Komt-ie. 2, 3 en 4. 1, 2, 3, 4. Dat was hem. Krijg ik nu het ritme. Het nieuwe ritme voor B. Dit is dus in een allebreve maat. Veel mensen vinden dit dan op het oog, het eerste gezicht lastig. Je kunt natuurlijk ook gewoon in vieren tellen. Van 1, 2, of 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hè? Of in 1, 2. Het laatste gaan we nu doen, omdat het officieel dus in een allebreve maat geschreven staat. Daar komt ie. 1 en 2. 1. Dat was hem. Komt ie nog een keer. 1 en 2. Nieuwe ritme voor B. Ga er van de week ook lekker mee in de slag. Even kijken hoor. Gaan we verder met de herhaling van vorige week van ritme C. Mijn chatvenster is in één keer heel groot geworden. Dan probeer ik even te verkleinen. Krijg ik zo snel niet. Ja, krijg ik toch van elkaar. Mooi. Dan staat hij dwars door het ritme heen. Dan kan ik het niet goed uitvoeren. Daar komt hij. 1, 2, 3. Twee. Zullen we nog een keer doen? 1, 2 en 3. 1, 2, 3. 1, 2. Dat is het ritme. En nogmaals, voor, misschien ook voor de mensen die er vorige week niet bij waren, een duo. In dit geval staat die duo in de derde maat. Dat is hetzelfde ritme als één maat eerder. Alleen het is anders genoteerd. Bij de quintool had ik vorige week het ezelsbrugje gegeven van Paramaribo. Paramaribo. Dus als je daar tegenkomt, dat je dan gewoon zo 1, 2... Paramaribo 1. Ja, want op die manier kun je misschien het makkelijkst meetellen. Goed, voor vandaag ook weer een ritme in alle breven. Een antrimetrisch figuur, dat is dan de triool, zo noem je dat. Daar gaan we. 1 en 2. Oké, dat was het ritme voor C. Even kijken hoor. Ik zie dat we op schema lopen als we nu verder gaan met het volgende onderdeel. Dus nogmaals, deze mail van de week, ga er lekker mee aan de slag. Lekker even op puzzelen. Ook met het schema dat ik had gestuurd hoe je het ritme moet onderverdelen. En dan kun je dat volgende week, gaan we dat weer behandelen. Dan komt nu het theorie plus praktijk gedeelte.
Als het goed is, hebben de meeste mensen hun instrument al gepakt. Ik ga het er eerst eventjes uitleggen en over hebben. En dan gaan we zo meteen samen gaan we spelen. Een van de grootste dingen eigenlijk tussen klassiek en swing, dat is hoe je het maataccent of het metrisch accent verdeelt. Klassiek, je ziet ook hier boven de partij staan. Ik heb een paar hele simpele tonen op papier gezet. Dan in klassiek zitten in een vierkwartsmaat metrisch accent op de 1 en op de 3. Dus je telt 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jolanda vraagt gekscherend swing spelen. Ook voor hobo? Jazeker, Jolanda. Doe maar gewoon lekker mee. Nogmaals, de drummers, die kunnen misschien meespelen op een keyboard. Of misschien vinden jullie het leuk om in de tempo waarin ik aftel het swing basisritme te spelen. En anders luister je gewoon lekker mee. We gaan dit zometeen ook spelen. Ik zet mijn metronoom even op 120. Even kijken hoor, 120. En probeer, nu we dit gaan oefenen, want dit is dus eerst klassiek, zodat we ook goed het verschil tussen klassiek en swing kunnen ervaren. Echt overdreven dat accent te spelen. Dus in dit geval, klassieke geval, staat het accent dus op de 1 en op de 3. Pak even een trombone erbij. Ja, ik zie verschillende mensen nu ook. Ik heb het scherm ook even anders gezet. Zie ik met een instrument klaar zitten. Hartstikke goed. Hey, kunnen jullie de metronoom ook horen? Kan iemand daar even op reageren? Ja, kijk, hartstikke goed. Nou, daar gaan we dan. We spelen, zoals het ook genoteerd staat, twee keer. Met echt nogmaals dat accent op de 1 en op de 3. Daar komt ie. 1, 2, 3, 4. Eén, want de partij is niet zo moeilijk. En twee, dit zijn we zo erg gewend. Hè? Dit zit echt in onze natuur, zo zou ik het ook wel willen zeggen. Dan ga ik nu naar de swing versie. En daarbij zie je dus dat het accent eigenlijk is omgedraaid. Je hoort in een swing of jazzstuk, hoor je eigenlijk ook altijd de drummer op de 2 en de 4 een snare drum spelen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dus eigenlijk iemand die 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 in een jazz of swingstuk meetelt, ja, die heeft het gevoel niet helemaal te pakken. Hè, dan zie je dat eigenlijk al. Dus je moet echt 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nou, dat gaan we een keer proberen. Daar komt ie. 1, 2, 3, 4. Beter te pakken te krijgen. Ik heb nou mijn metronoom, die kun je overigens gewoon gratis downloaden van internet. Dit is Pro Metronoom. Maar er zijn natuurlijk talloze apps voor op je mobiel. Ik heb nu tempo op 120 gezet. En normaal zeg ik altijd om iets heel precies te doen, kun je je metronoom misschien twee keer zo snel zetten, zodat die achtste gaat tikken. Nu doe ik juist even om het swinggevoel echt goed te pakken te krijgen, de metronoom op halve snelheid. Dus in het geval van 120 is dat dan 60. Klassiek tel je dus 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan hoor je ook die metronoom tikken op de 1 en de 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nou gaan we in swing meetellen. Dus dan laat je de metronoom tikken op de 2 en de 4. Dat gaat dus zo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Probeer eens met me mee te tellen thuis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
4, 1, 2, 3, 4. Goed, in dit tempo gaan we ook meespelen. Komt hier nog een keer de swingpartij. Met een goed accent op de 2 en de 4. 1, 2, 3, 4. Swinggevoel krijgen, omdat dat ding tikt, hè, op de 2 en de 4. Zoek trouwens, ik heb voor alle stukjes die we nu gaan proberen de volgorde van de partij hetzelfde gemaakt. Zoek de partij die comfortabel bij jou past. Dus het gaat nu even niet om de hoogte die je speelt, maar gewoon even comfortabel, zodat je het gevoel goed kunt pakken. Metronoom even uit. We weten natuurlijk in de swing dat we de achtstes, hè, dat we die als triole achtstes moeten spelen. Maar er zijn eigenlijk nog een paar andere regels, wil ik eigenlijk zeggen, waardoor het swingspelen eigenlijk wat makkelijker klinkt. Of dat het standaard wat meer jazzy klinkt. Alle kwartnoten, die moeten kort gespeeld worden, tenzij anders aangegeven. Dat is dus anders dan in klassiek, want dan speel je eigenlijk altijd alles breed en netjes. In jazz speel je altijd alle kwartnoten kort, tenzij er een streepje of legato staat. Dan nog iets anders. Hè. Dat is de tweede regel waardoor je het makkelijker swing speelt. Speel groepjes achtste noten altijd gebonden. Legato, tenzij anders aangegeven. Dit betekent dus ook dat als er allemaal losse achtsten op je blaadje staan, je ze toch onder een legato-boog speelt. Tenzij er overal staccato-puntjes op staan. Maar vaak zijn we een beetje gewend, en dat wordt dan ook wel harmonie van varen, swing genoemd. Misschien heb je misschien wel eens gehoord van die term, dat je alle noten heel kort speelt in achtstes. Maar als ik het nou aan elkaar ga verbinden, of laat ik het eerst even. Nou laat ik het eigenlijk meer rollen, hè, de achtstes. Dan krijg je standaard al dat het wat meer als jazz klinkt. En als je dan ook nog de truc toepast, die we in de volgende oefening gaan doornemen, dat je ook nog de achtste accent, de tweede achtste steeds accentueert, dan krijg je helemaal swing. Dat is dus anders dan klassiek, dan speel je. Hè, dat is het accent op je anders. Goed, volgende regel. Losstaande achtstes of zestiendes speel je net zoals kwartnoten kort. Tenzij anders aangeven. Dat wil dus zeggen als er een streepje of een legato boog op staat. Goed, dit maakt het allemaal al veel jazzier. Gaan we door naar de volgende oefening. Ik zet mijn metronoom weer even op 120. Nu gaan we eerst weer klassieke achtsten spelen. Ik heb in dit geval even elke tel geaccentueerd om echt even dat klassieke gevoel te krijgen. Ik probeer die accent ook goed te spelen. Ga ik aftellen en doe met me mee. 1, 2, 3, 4. Goed, dit zijn de klassieke achtstes. Ik ga ervan uit dat het lukt. Ik kan nu natuurlijk niet controleren. Ongeacht dat ik een nu een legato boog bij heb gezet bij de volgende oefening, dit is dus in swing, moet je altijd, hè, zoals ik net al zei, maar ik herhaal het graag nog een keer, de achtstes legato spelen. Dus laat het echt daar met een dikke tong. En het accent komt uit je lucht. Dus je doet da. En ja, dit is lastig. Dus dit moet van de week ook geoefend worden. Dat je echt die met je lucht het tweede accent kunt geven. Goed, ik zet de metronoom aan. En dan gaan we dat eens met z'n allen doen. Kom.
En 1, 2, 3, 4. Goed. Ik hoop dat het lukte. Dit is natuurlijk vrij pittig. Ik ga ook nog een keer dat trucje toepassen door de metronoom op die helft te zetten. Dus in dit geval tempo 60. En dan weet u nog. 1, 2, 3, 4. Dat dan tempo is. Ik probeer dat van de week thuis ook een keer. Dan krijg je dus echt zo lekker swingen. Als het lukt. Daar komt ie. 1, 2, 3, 4. Goed, dit was de basisoefening voor de achtste in swing spelen. Dan krijgen we nu nog de swing praktijkoefening. We gaan dit eerst eens even klassiek spelen met z'n allen. Dus ik heb er ook boven gezet swing/klassiek. We kiezen nu voor de klassieke versie. We kijken even noten. Het is gewoon een toonladder. Dus heb je twee vliegen in één klap. En een toonladder geoefend. En in klassiek een swing. Dus nu gaan we het eerst klassiek. Pam, pam, pa, 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 pa. Die manier. Komt-ie. 1, 2, 3, 4. Dit was de klassieke manier. Alle achtjes goed gestoten, alle kwartnoten mooi breed en verzorgd. Dan krijgen we nu de swing manier. Ik doe hem een keer voor. Probeer dat daarna eens met me mee te doen. Eerst doe ik het een keer voor. Hè. Dus krijg je accent op de 2. En hier dus ook achtjes aan elkaar. Legato. En de tweede en de vierde achtste in dit geval krijgen een accentje. 1, 2, 3, 4. Goed, dat was mijn voorbeeld. Doe je met me mee? Daar komt ie. En 1, 2, 3, 4. Oké, dit was de basisoefening eigenlijk voor swing of klassiek. Zijn er nog vragen? Even kijken, ik zie hier Arthur Schild, rock en roll. Ja, ik denk dat voor rock en roll hetzelfde geldt, Arthur. Dit zijn gewoon bruikbare tips om je spel wat meer swing te laten klinken. En uiteraard is dit nog niet allesomvattend, maar eerst maar eens het begin. Nou, als er vragen zijn, dan lees ik dat graag in de chat. Ondertussen gaan we nog een paar intervallen oefenen. Ik doe mijn camera even van het toetsenbord af, want anders kun je misschien afkijken. Luister goed mee, nogmaals. Rijnen, priem, secunde, terts, kwart, kwint, octaaf, majeur drieklank, mineur drieklank. Daar komt ie. Begin gelijk lastig. Dit zijn drie tonen. Mineur drieklank. Weer drie tonen, een majeur drieklank. De volgende. Dan hoor je waarschijnlijk dat de tonen heel dicht bij elkaar liggen. Een grote secunde.
is een reine kwart. Weer een reine kwart. Helpt de tijd om het eerst even een keer na te zingen voor jezelf. Een reine kwint. Weer een reine kwint. Een grote ters. Een rein octaaf. Rein octaaf. Reine priem. Dit was één toon. Laatste. Een mineur drieklank. Dit zou majeur zijn. En ik speelde. Waarschijnlijk hoor je het verschil. Goed, had ik jullie nog 4 muziektermen beloofd. Even kijken of vandaag de polfunctie ook goed werkt. Even kijken, als het goed is krijgen jullie zo meteen een pol in je scherm. Nu nog niet. Ik heb hem nog niet aangezet. Ja, daar komt hij. Ik hoop dat jullie hem zien. Zien jullie de pol? Ja, ik zie de poll, want ik krijg al antwoorden binnen. Meedoen is anoniem, dus je kunt gewoon op de knop klikken. Het is ook een beetje voor jezelf om te controleren of je het goed weet en goed doet. Antwoorden komen nu binnen. Geef je antwoord in 5 seconden. 5, 4, 3, 2, 1... Ga ik hem nu uitdoen. En ja, de meeste mensen hadden het goed, want het goede antwoord is wegsterven, morendo. Daarin moet je natuurlijk ook zachter worden, zoals degene dat antwoord heeft gegeven. Maar wegsterven betekent echt, zachter worden kun je meer vertalen als diminuendo. Wegsterven is helemaal tot het niks. Aanzwellen, sorry, maar dat is juist het tegenovergestelde. Wegsterven. We gaan verder met de volgende muziekterm. De meeste mensen hadden het goed, hartstikke leuk. Ik hoop dat jullie de poll nu zien. Wat betekent largo? Een beetje een instinct, we hebben het vandaag over gehad natuurlijk. Geef je antwoord in 5 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Het goede antwoord is breed. En je moet largo ook altijd langzaam spelen. Maar largo betekent aanvankelijk breed. En dat komt er dus op neer dat je het ook langzaam speelt. Maar het goede antwoord is breed. Ik kan de resultaten ook delen. Kun je ook zien hoe het er gestemd is. Zien jullie dat in je scherm? Ik even ja.
Als je het ziet. Ja. Dus ik zie, dit is het enige wat ik zie. Ik zie niet wie wat heeft gestemd. Ik zie alleen dat er is gestemd. Met de percentages bij. We gaan verder met de derde muziekterm. Lounge poll. Even kijken. Wat betekent Calando? Vandaag ook besproken. Wel leuk om met deze poll te werken. En fijn dat het nu ook werkt vandaag. Wat betekent Calando? Geef je antwoord in 5 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Dan eindig ik nu de poll. En dan ga ik het resultaat met jullie delen. Nou, je ziet dat de meeste mensen het goed hadden. Het antwoord is namelijk verkalmend. En ja, je moet in Calando ook vertragen. Maar hè, Calando heeft ook karakter. De karakterexpressie in zich. En dat betekent dus dat de muziek ook kalmer moet worden. En daarmee dus bijvoorbeeld ook wat zachter. Dan gaan we naar de laatste muziekterm. Wat betekent allegro ma non troppo? Vandaag niet over gehad, dus ik ben benieuwd. Allegro, ma non troppo. Ik zie dat er 10 mensen hebben gestemd van de 30. Daar komen de stemmen nu binnen. Hartstikke goed. Geef je antwoord in 5 seconden. Wat betekent allegro, ma non troppo? 5, 4, 3, 2, 1. En nu zie je dat de meeste mensen het weer goed hadden. Er was wel wat vertwijfeling over, zie ik bij een aantal. Maar het goede antwoord is snel, maar niet te snel. Dus allegro betekent dus levendig, vrolijk. Dus het is een snel tempo. Maar, non, niet troppo. Troppo betekent veel. Dus, maar niet te veel. Allegro, ma non troppo. Nou, hartstikke fijn dat Paul het vandaag goed deed. Leuk dat jullie weer zo actief hebben meegedaan.